Hallo, ik ben Marcus van Vlaming Vastgoed en ik sta in voor de verhuur hier op kantoor in Tielt. Vandaag geef ik wat meer uitleg over de verschillende kosten en wat er allemaal bij een verhuur komt kijken. Als wij samen in zee gaan om uw pand te verhuren, is het enige document dat verplicht is het EPC. Mocht uw appartement of woning geen EPC hebben, geen enkel probleem. Wij hebben intern een collega die dit snel en efficiënt voor u kan opmaken. Als ook is verplicht om uw woning te voorzien van rookmelders. Eén per bouwlaag is meer of genoeg. Andere zaken zoals een plan, elektrische keuring, zijn zaken die handig zijn tijdens de verhuur, maar zeker niet noodzakelijk. In eerste instantie kost het u niets om uw pand bij ons te verhuren. Wij garanderen het principe no cure, no pay. Wat wil zeggen, als uw pand na enkele maanden niet verhuurd is, u ons geen commissie verschuldigd bent. Als wij de vlotte verhuur van uw appartement of woning voorzien, bent u ons natuurlijk onze eenmalig te betalen commissie verschuldigd. Als je appartement of woning is verhuurd, moet er ook een plaatsbeschrijving opgemaakt worden. Gezien de plaatsbeschrijving een belangrijk document is voor beide partijen, wordt deze kost gedeeld. Wij zorgen voor de volledige opmaak van het verhuurdossier, zorgen ook voor de offline en online publicatie, het screenen van kandidaten en het opmaken van een juridisch correct verhuurdossier. Als ook bieden wij een extra service aan dat ervoor zorgt dat uw verhuurde goed jaarlijks correct geïndexeerd zal worden. Deze extra service bieden wij u volledig gratis aan. Voor een meer uitgebreidere en in detail uitleg nodig ik u graag uit voor een persoonlijk gesprek hier op kantoor. Spring gerust eens binnen. Tot dan.